De keuze voor het Atrium Heerlen heb ik met name gemaakt omdat ik de keuzestage in mijn geneeskunde, laatste jaar geneeskunde hier heb gedaan. Omdat ik het onderwerp interessant vond, met name het onderzoeksonderwerp over hoofdpijn. En hier was de combinatie mogelijk om hier het hele jaar te werken, waardoor ik onderzoek en kliniek af kon wisselen. Wat wel een heel groot voordeel is ten opzichte van een half jaar volledig bezig zijn met onderzoek, omdat het dan soms al wat eenzijdig kan worden. En deze combinatie die is denk ik heel, heel positief. Het grootste gedeelte van de opleiding bestaat uit patiëntencontact. Of in ieder geval de eerste jaren sowieso. Waarbij je dan werkt op de afdeling van de neurologie, op de eerste hulp of de polykliniek. Of bij consulten, bij andere specialisten in het huis. Het is met name patiëntencontact, ja. En dat staat met name op de voorgrond. En het onderwijs is secundair daaraan. Dat blijft wel. En ik denk dat je ook het meeste leert naar aanleiding van patiëntencontacten. Want het is wel de bedoeling dat als je patiënten op de eerste hulp ziet of op de poli, dat je die worden besproken met een van de neurologen. En dat is natuurlijk altijd weer een opleidingsmoment, omdat je daar toch van leert. Wat kan je beter doen? Waar moet je nog aan denken? Als de AIO's hier komen, dan komen ze hier voor een volledige opleiding. Vaak komen ze hier al als assistent niet in de opleiding. Om gewoon dat we eens even kennis kunnen maken, zeg maar, gedurende een aantal maanden, soms wat langer. En als het dan goed bevalt wederzijds, dan komen de meeste AIO's hier ook in de opleiding. En dan blijven ze 6 jaar en soms langer, soms wel 8 of 9 jaar. Sommige mensen die hebben nog wat zwangerschapsverlof tussendoor. En het komt wel eens voor dat mensen 8 of 9 jaar lang hier zijn. En in het nieuwe systeem sinds 2010 moeten ze dan 1 jaar uitwisselen met Maastricht. Ik zou iedereen hier willen aanraden om hier te komen werken. Het is een hele fijne groep om te werken, fijne sfeer. Je leert er heel veel, dus kom hier zeker werken.